Ground Zero. Make your choice. Ground Zero, the 4th of July, 2009. We'll be right back.
Switzerland and Italy. Ladies and gentlemen, are you ready for the Transgenerators live? Transgenerators. And they killed and fed on everybody.
Ground Zero. The 4th of July. Independence Day. Ladies and gentlemen, we would like to thank you for being part of this great event. We will see you all next year. To celebrate your freedom! Zelf ook wel. Ja, maar dit is niet voor mij, dit is voor de kijkers van de DVD van Ground Zero. Ja, daarom. Maar ik sta hier met mijn bako. Volgemixte wel. Bijna Gert, Lenny D en zo. Ik ben BSD en zij komt net naar me toe, dus we gaan een aantal vragen stellen volgens mij. Dat klopt, ja. Nou, okay, nou we staan hier op Ground Zero. Hoi, ja. Je hebt net gedraaid. Ja, klopt. En hoe vind je het feest? Ja, super, super. Ik ben er voor de eerste keer hier en ik vind het echt geweldig. En de mensen? Ik heb heel weinig van de mensen gezien, alleen toen ik aan het draaien was, ging het wel goed los. Dus dat heb ik wel gezien. Ze hadden er wel zin in. Okay, en wat verwacht je nog allemaal van het feest? Ja, weet ik niet. Ik ga zo kijken. Ik wil heel veel zien. Ik wil hier achter een keer op de vlot meevaren, zeg maar. Een beetje oldschoolen en een keer in de terror kijken, industrial, ja. Ik weet niet. Ik laat je hebt nog geen rondje gelopen hier? Nee, zo. Nee, helemaal niet. Ik ben rechtstreeks naar deze tent gegaan, naar de hardcore, en ben gaan draaien eigenlijk. Ja, goeiedag! Goedenavond! Steve, a.k.a. Dark Raver, of niet? De Bacardi Verslinder, jazeker wel. En hoe bevalt het je tot nu toe hier op Ground Zero? Ja, dit is mijn allereerste keer, hè. Je zou denken, zo oude rot in het vak, dat ik overal heb gestaan tot nu toe. En dat is bijna zo, maar Ground Zero heb ik nog nooit gestaan. Dus ik vond het eigenlijk een eer dat ze me hebben gevraagd om hier te draaien.
En ik was wel ouderwets zenuwachtig, want dat heb je altijd als je voor het eerst op een groot feest staat. Vooral de mainstage. En normaal sta ik altijd veel later, weet je wel, met hardcore. En nu moest ik iets eerder beginnen, wat opbouwende muziek draaien. Nou, ik moet zeggen, het ging me goed af. De tijd was wel een beetje kort, 1 uur. Normaal willen wij 2 uur draaien, weet je, dan kan je lekker opbouwen. Maar het ging lekker van ikzelf. Ja. Wat vind je tot nu toe van Ground Zero zelf? Nou, ik ben er net dus, want ik moest om 11:30 beginnen. Dus het is nu 12:30, dus ik ben hier net 1 uur. Maar van wat ik kon zien van het podium, zag er heel vet uit. Enthousiaste mensen, veel lekkere dames natuurlijk. Dus natuurlijk ga ik nu, ik ben nu vrij voor natuurlijk, dus ik ga even rondlopen, kijken naar die andere zalen. Ja, gelijk, Abby. Ja, natuurlijk. Wat denk jij dan? Ik wens je nog een hele fijne avond. Jij gaat er nu naar huis, of wel? Nee. Oh, oké, dat wou ik net zeggen. Ik wens je ook een fijne avond. Ja, hetzelfde. Ik wil zeggen, toedelidokie. The land was all undone and darkened by such deeds.
Welcome to Central Industrial. We are the future. Energy. My power's with God, so it's even better if you make your diss record real. My power's with God, so it's even better if you make your diss record real. Ground Zero.
becomes destructive, it is the right of the people to alter or abolish it. Ieder jaar wordt het steeds gekker, Ground Zero. Het was echt geweldig. Het was wel echt, het is sowieso net een kermis hier. En het wordt steeds drukker en steeds vetter aangepakt. En de mensen waren super enthousiast. Eerst de Woman Half Machine in de hardcore en daarna de mainstage. Ja, subliem. Ja. Helemaal super. Ja, was top. Dus... Ik ben er wel een beetje gaar ook hoor. Dus, ja. Kan je het zien? Valt mee. Hey, als het aan jou ligt, sta je hier volgend jaar weer? Ja, het is top. Ja, het is toch altijd zo dik zulke feesten om te doen. Dus graag. Ja. Hey, Ground Zero. Super. Volgend jaar weer. Hey, groetjes. Ik ben Guido Panet van de groep Human Resource. We draaien al een tijdje mee. En dus het is hele oude stijlen. En Early Rave, daar hebben we ook nog een tijdje in gedraaid. En de laatste tijd ben ik weer bezig met nieuwe dingen. Wat vind je tot nu toe van Ground Zero? En hoe vond je je set gaan? Nou. Wat ik tot nu toe van Ground Zero zie, ik ben zeg maar 5 minuten geleden ben ik binnengekomen. Nou, nee, 5 minuten voor de set. En toen moest ik mijn spullen gaan opzetten en dat lukte allemaal niet. En op zich, het ging wel oké. Okay. Maar ik ben niet tevreden, het had beter gekund. Ja.
wanna kiss myself. Wanna kiss myself. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. Hello from Australia. How does it
any form of government becomes destructive, it is the right of the people to alter or abolish it. Immortality.
nadenken, wat heb ik net ook weer geantwoord. Nou, dat weet ze niet meer, dan gaan ze wissen. Nee, nee, daarom. Nee, is goed. Ja, ik ga wel door. Het ging lekker. Het was nog vroeg, maar iedereen ging al goed los en de sfeer zat er goed in. Dus je hebt het goed gedaan? Ik hoop het wel, ja. En wat vind je van het feest tot dusver? Ik vind het wel aardig. Het is goed druk. Sommige area's zijn een beetje erg druk, maar het is goed te doen. Stukken drukker dan een paar jaar terug. Oké, goed om te horen. Heb je nog toekomstplannen voor aankomende zomer bijvoorbeeld? Feesten, albums? Er is net een album van me uit, het Dion-album. Dus ik ben blij dat ik daar nu klaar mee ben. En voor de rest ga ik gewoon door met producties en gewoon doorknallen. Ja. Zijn er nog feesten deze zomer waar je gaat staan, waar we je kunnen zien? Niet zo heel erg veel omdat ik hier sta, maar ja, nog wel een paar dingen. Peppermill en Earthquake in Duitsland en zo. Dus ja. Ja. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel.
I'm Adam, Lab 4, from the UK band Lab 4. And what sort of things are you going to play this night? It's a usual kind of Lab 4 style mix up of hard dance, hard style, techno, hard house, trance, everything all mixed up together. Hopefully it'll be a nice... I'm only unfortunately playing half an hour because I have to dash back to England for another show tonight. Oh, do you like it to play here on Grand Zero this year? I love it actually. Last year was the first year I played Grand Zero and I really enjoyed it because you know, it's all a bit in a harder direction. And it's a shame this year I can't stay all night. That's the only thing I'm a bit gutted about. But, but I'm going to stay... I've just done a sound check and I'm going to stay here now for the rest of the evening and soak up as much of the atmosphere as I can before I've played. Independence Day.
my teacher. I really love it, especially the top side. Okay. Nice. I don't know what is GMC, but I run. Run. Definitely. Run. T-shirt. Yeah, I run GMC. For it. Okay, so how do you like Ground Zero? Yeah, I love it. It's the fourth time I play here, and every time it's getting better. How do you say this in English? In French, we say je fais partie des meubles. Okay, I'm yeah, you're right. I'm part of the furniture. Oh, you're part of the furniture. Yeah. Okay, that's how we say it in Dutch also. Okay, thank you very much. Okay, au you're revoir. Welcome. Au revoir. I love you. Oh, no, wait. Say it again. I love you, Ground Zero. I love you, Karine. Schizophrenic, the panic.
was played, right? How did it go? Yeah, it was actually really good. First time I've been here at Ground Zero. Really great party. I'm actually really surprised. I thought it was going to be 5,000 people, and my God, it's unbelievable. It's massive. Huge. Really, really much bigger than I expected. Really great. So you like the party, really, the Dutch people? Yeah, always. I mean, it's a bit different to every country, but that, you know, you see the smiling faces. It's great, you know, really great crowd. I think he's the number one in the world. This man has to lead. He's the best man. Good evening. Here we are with DJ Smurf. Hiya. Right now from Newcastle, England, UK, Britain. How are you, mister? I'm quite drunk at the moment. Bonjour. You hear okay? Okay, your hair looks great. How do you think of the party so far? Fantastic. How do you like the people, the Dutch people? Horrible people. Yeah, I agree. No, all very nice too. You're really tall. Yeah, that's true, that's true. This guy who was like twice the size, this size here, this Smurfy boy, he was cool. Basketball player. We got a photo next to some guy and he's like 5 foot tall. And I was like, like a giant. Zero is good this year because it's much smaller. Last year I had sore legs, wagging a boot. And I've only got little legs, as you can see. So it's good for me to walk with little legs. Ground Zero.
Independence Day. Wow. UK. Okay. And how did you like it to play here in Ground Zero? I thought it was a really good experience. It was my first time playing in Holland, so I was really excited. Yeah, I thought it was really good. I'm AK47 from France. I've been DJing since 94, mostly hardcore, industrial hardcore, drum and bass, and well, producing music, a lot of EPs with a group called Butt Burners. And yeah, tonight I'm here to represent France on the terrace stage at Ground Zero, so this is pretty cool. Oh yeah, we're gonna party all night now. All night, yeah, that's great to hear. Hele goeie nacht. Hey, goedenavond. Kan je ons vertellen wie je bent? Ja, ik ben Rutmer, alleen dit is Gracht. Gracht. Gracht, oké. Okay. We hebben hem gevonden in de gracht. Dat arme beestje, hij was bijna dood. We hebben hem daarna 3,5 uur in de sauna gelegd om een beetje op te drogen. En toen hij weer was bijgekomen, toen begon hij ook geluid te maken. Hoor je hem? Bla bla. Ja, en hij wou vanavond zo graag mee. Want hij had nog nooit zo'n feest meegemaakt. En dat optreden van mij had hij ook nog nooit gezien. En ik had er al wel veel over verteld. Dus dit was natuurlijk zijn kans om een keertje mee te gaan. En om het allemaal mee te maken. Dus hij is hartstikke blij vanavond. Hij heeft een hoop nieuwe vrienden gemaakt. En hij geniet met de volle teugen. Ja, dat is hartstikke leuk. Hartstikke mooi. En heb je hem meegesneakt of had hij ook een bandje? Nou, uiteindelijk had ik hem meegesneakt. Maar toen ik uiteindelijk weer terug wou backstage bij de terrorzaal, toen mocht hij niet meer mee, want hij had geen bandje uiteindelijk. Dus toen heb ik hem onder mijn t-shirt weer mee moeten nemen. Dat is een beetje moeilijk. Alleen uiteindelijk is het nog gelukt, gelukkig. Ah, arm jong. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Jullie veel plezier vanavond. En Gracht die wil ook nog even iets zeggen. Dankjewel.
The 4th of July, 2009, the three communities of the elements will fight the entire night to reclaim our freedom. Ground Zero Festival presents Independence Day. Alles onder controle, chef? Ja, alles onder controle. We lopen voor. BT. Je ziet nog volop aan het bouwen. Die lopen wel achter. We hebben nodige ledschermen in en vuur en vlammen. Je kent het allemaal wel. En hier komen nog torens. Goed licht erin. Dan zie je daar. Links van het podium al een platon liggen waar de boot van Red Bull aanmeert. Die ga ik je straks laten zien. Die vaart rond over het meer. De 800 man op, licht en geluid erop. En dan word je hier bij de industrial weer afgezet. Let's rock! Zo, nou nog 30 uur. Nog 30 uur te gaan, het aftellen is begonnen. En? We zijn er klaar voor. De laatste kaarten gaan over de toonbank. Ik ga het nu even afkoelen. Klein stortbuitje voor morgen. Hoppa, dan is het ook niet zo stoffig. En dan morgen weer 30 graden. Knallen. Nou, komt juist hierheen. Een weeralarm, extreme stormopkomst. En de gehele opbouwcrew moet nu gaan schuilen. Kappen met opbouwen. Iets van de brandweer. Nou jongens, het was een weeralarm. De brandweer heeft ons gezegd, iedereen stoppen met werken, dat er stormen met pleuris losbreken. Alle tenten open jassen. Maar het was storm in een glas water. Ergens is al geweest en we gaan weer aan de knal. Zit die waaier lichter, ja? Ja. Dus we gaan verder? We gaan weer lekker verder. Gaan we knallen. Beter. Het regent hard, man. Ja, hè. Alleen mijn handen zijn nat. Ja, 6 uur nog te gaan en achter je wordt het een en ander al gefreesd. Dat is het kampvuur, hè? Ja, het is een generale repetitie is nu, hè? 6 uurtjes van tevoren, alles is onder controle. Gisteren heel veel mazzel gehad, zoals jullie gehoord hebben, is Apeldoorn helemaal plat geregeld, heb het nieuws gehaald. We zagen het hier voorbij komen, 5 kilometer verder was de lende. En hier is amper een spatje gevallen. We noemen dat de Ground Zero Lak. Ieder jaar weer? Ieder jaar weer. Mooi. Ja. Ik heb het daar meer om het goed gaat, de opstap goed gaat.
het toen nog wel allemaal functioneren. Wat is dit? Ik vind je mijn floating classic area. Het is de classic area gesponsord door Red Bull. Waardoor we het mogelijk hebben kunnen maken om te laten varen. Vorig jaar hebben we een try-out gedaan voor de boot, waar ze 200 man op kan. Nu kunnen we er 600-700 op. Zo'n succes. Nou, voilà. Dat die dik is. Ja, nog 5 uurtjes. Let's get ready to rock. Mrs. en Mr. Peacock. Oh. Nou, we zijn dus nu nog 4 uur voor de show. Ik word zo langzamerhand bloednerveus van die man achter de camera daar. Dit is Mrs. Peacock. Mrs. Peacock verzorgt de ex Crowns Hero. Dat doet ze al jaren. Bedenkt allemaal gekke dingen. Maakt het hele jaar pakken. En komt het hier uitvoeren. En ik denk dat ze het zelf het beste kan vertellen. Joanna, also known as Mrs. Peacock. Zoals ik al zei, die al jarenlang de act. Since when is the first time you did Ground Zero? Last year. Brilliant, last year. Stage on the lake. Amazing. Fire, water. Yeah? You were amused? I loved it. I think it's the best show we ever did. Okay, then. Yeah, in 18 years, it was the best. Did you hear that, guys? The best show in 18 years of experience. Yeah. So what did you do? What can we suspect from you this year? Bigger, more. Less water, more fire. Okay, it's a fire year. Yeah. So this is the costumes you made. This is my fire girlfriend. Hello. Divana trumpet artist, flamethrower girl. Hi. Hello. Where's the other half? What is the other half? He got born. Ilya asked if he could borrow the horse head for some nice fun time in his bedroom. Sorry, ik heb mijn best gedaan voor je. Amsterdam. At least you tried. Oké dan. Wat? Moet je nou? Kijk, hier wat. Ja, de blaadpoel zo staan, hè. Hey Ilja, wat is er met die blonde schone hier? Wat is dat? Ja, dit is de dame die ons de hele week in de luren heeft gelegd. Ja? Een fantastisch, heerlijk eten heeft gemaakt. Met haar broer. Ja, dat is papa, die komt morgen weer. We zijn zo vreselijk verwend. Papa, die komt morgen weer. Ja. Ja, helemaal top. 2,5 uur te gaan. Echt de allerlaatste loodjes. Chilloutje nog in orde maken. Alle troep van het terrein af. De eerste artiesten zijn al aangekomen. Personeel is aangekomen. Ja. Ready to rock. Nootjes bakken. Alles behalve werken. Ja. 2 uur te gaan. En daarna stort ik in en ga ik een week slapen. Is dat de planning? Nee hoor, de planning is hier daarna door naar Danceville nog een weekje bouwen en knallen. Hey, en ik hoorde dat alleen de hardcore tent, daar was een kleine probleem dat bijna niet af was. Hoe staat het ervoor? Nou, we hebben de hardcore tent vergroot. We hebben hem deels in de tent gemaakt en deels buiten de tent. Dus, het wordt zo mooi weer, dat wisten we toen 2 maanden geleden ook niet. We besloten hebben om een deels buiten area van te maken. Dat besloten we eigenlijk gisteren. Dus dat neemt dan vreselijk veel werk met zich mee. Maar 9 uur wordt gered? 9 uur wordt gered, zal moeten. Knallen. Met hakken over de sloot. Goed, knallen. Nou, begin je over een uur weer. Hard tunes. Download harder, faster, stronger and better. Alles onder controle? Mag wel. Ja? Oh, jullie hebben een ambulance, zie ik. Laten we even checken. Nee! Alles onder controle? Ja. Zeker. Doet hij het? Wel ja, toch wel. Ja? Weet hij ook het naam van het feest vanavond? Nee, niet echt. Zand Grero. In Zero Ground. Zero Ground. Kijk, zie je het? Fantastisch.
Hardcore Croatia. Yes, man. Buongiorno! Come vai? Tutto bene? Sono a distorsione, il più grande cazzo di Rotterdam. Everything okay? Yes, yes, yes. Ready for Ground Zero? Yes. You gonna play? You gonna kick ass? Italian style. Italian style. Always style. Ja? Gaat goed? Ja, zeker. Ja? Zijn we open? Nog niet. 5 minuten. Zoiets. 5 minuten. Bijna 9 uur. Het is 9 uur. We gaan open. Ja? Ja. Alles goed gegaan, alleen de drank voor de artiesten vergeten. Ja. Dat gaan we nog even regelen en dan gaan we knallen. En dan krijgen wij bonnen. Jij krijgt een muntje. Jij krijgt een lekkere fles van. Dat is rock and roll. Zoals je ziet zijn we 1 seconde geleden open gegaan. De eerste klanten stromen binnen en ik hoor hier helemaal niet meer met een brommer rondrijden. Dus wij gaan lekker naar de backstage. En dan ga ik zelf ook eens een biertje pakken, of vind je die? Daar komen de eerste. Ja, kom eens aan. Hey, Dr. Roet, gaat wat worden? Ja, vet shit hoor, ik heb zin. Ja. Ja. Ja, vet shit. Beetje Ground Zero. Ja, dat is mijn eerste keer, dus we gaan het zien. Nou, goede verhalen gehoord, dus... Wordt gezellig. Ja, goed vak. Oké, man, een korte reactie. Hoogvliet, ja, ik heb er echt zin in, toch? Ja? Ja. Gelukkig. Nou, doe dan even wat en dan zien we het later. We laten het je straks weten. Van. Is goed. Jubileum en vooral zo doorgaan. Place to be. Oh, wat feliciteren. Yo, Dano. Echt super vet. Muziek ook super top. 25 jaar, machtig man.
We gaan er weer voor. Nog 25 jaar, dacht ik. Of niet dan? Hey, wij vanuit Friesland. Old school, de top. Super vet. Dit is speciaal voor Dano. Dano, pik. Zo lang in het vak. Ongelooflijk. En nog steeds hier. Oude held van mij van vroeger. En nog steeds bezig. 25-jarig jubileum. Hey, gozer. Je hebt het verdiend. Maak er wat van. En hakken. Gefeliciteerd met je 25 jaar bestaan. En het feest top hier. Echt super vet feest. Hey. Hey. En die motherfucker die staat godverdomme. Die heeft mij niet teruggemeld. Zomaar. Is het Confucius Piercy? Is het Fema Trails? No. Yes. Nee. Ja. Hey, ik sta op de film. Hey. Ja, actie. Ja, mocht goed luisteren. Hey, zeg even hallo, ik ben de dakraver. Hallo, ik ben een persoon die ooit een keer heeft gefilmd, net als jou, net als een idioot, mafkees als jou, met een camera. En we hebben een showtje gedaan met een dat hij een bekantje van mij had. Ik ben naar binnen, ik ben op een klein feestje. Volgens mij wordt het wel gezellig. Grond nul. Ik heb nog geen drank op, dus ik ben nu echt niet grappig. Maar ik ben op zoek naar Baco. Ik heb munten gekregen, dus dat moet wel lukken. En we gaan ervoor. Hiep, hiep, hoi! Later! Dag Sjoerd, goed. Maak hey, CD Junk. Haha, ja. Olivier staat er nu op de phone. Onder ons, ja. This is Quadrophonia. This is Quadrophonia. James Brown is dead. Andere tijden, mannen. Ja, ik ben Peter, oude vader, moeder en oude vriendje. Waarom is hij er niet? Hij zit thuis. Omdat ik er ben. Kijk, beter. Het is like the sisterhood, you know. Lenny. Welke Lenny? Delta Lenny. Delta Lenny. Hey Boonie. Hi. What do you think of Unexist that he hits you in the face all the time? I think he's gay. And that was a gay moment in Holland. And that's how we play. Can you say hi to Dano for me? Hi Dano for me. Dano. Hey, goedenavond, goedenacht. Het is 3:00, ground zero. We zijn in de stand. Kom maar leven, kom maar leven. Het is gek uit. Came all the way from Australia. Yeah. Fucking awesome. Yeah. Fantastic. It's almost the same as in Australia, right? No way. Oh, no. Oh. Divas. Yeah. Goed. Qu'est-ce que tu penses de la partie? Super bonne soirée. Yeah. Non, rentrez dodo. Okay. C'est mon anniversaire. Okay. Tot de volgende keer. Hoe was het? Heel leuk. Ja. Volgend jaar weer. Volgend jaar weer. Goed. Ga naar huis. Ga lekker naar huis. Nou, ik ga beginnen. Het was net leuk. Ja, jongens, succes hè. Doei. Was het wat? Vond het uitstekend. Ja, vond je tof? Ja, geweldig. Volgend jaar weer? Absoluut. Super. Really great. Yes. Yes, het was een great part. Great succes. Yeah.
Oké, man. See you, man. Oké, ciao. Jullie moeten een groet aan België doen? Dat doen we, heel zeker. Ja? Ook aan de Walen? Nee, niet aan de Walen. Alleen aan Limburg, België. Dat is goed. Tot volgend jaar. Bedankt. Volgend jaar. Hoi. Jongens, zo niet komen die al, hè? Hé, jongens, was er ook bier? Nee, te weinig. Ik heb zeer genoten. Vooral die jongen van de boot uit Leiden. Hoe voel je het? Ja, ik vind het een beetje tegenvallig, maar goed. Maar gebrek aan 5 euro, gewoon 2 euro. Wordt dit nog ergens op uitgezonden? Waarom? DVD. Over de DVD. Oh, echt? Juist. Goed zo, mazzel. Het is nog! We zijn nu ongeveer 10 minuten na het eind van het feest. En hij staat nog steeds met die camera in mijn gezicht. De Graaf Zero was een gigantisch succes. Het is allemaal gelukt. En ja, meer zeggen. Kijk om je heen. Allemaal gelukkige gezichten. Was het vet of was het vet? Dacht ik ook. Live! Live and kicking. Rotterdamse gabber. Zie je zo. Zero, the 4th of July, Blijf staan!
follow me.